Hey, welkom bij een nieuwe video. Op de aarde leven er nu zo'n 7,7 miljard mensen, waarbij elk jaar zo'n 90 miljoen baby's worden geboren. We zijn allemaal uniek, maar in dit lijstje ga ik je 10 mensen laten zien waarvan je niet gelooft dat ze bestaan. Vanaf een man die twee pupillen zou hebben gehad, tot aan een Russisch meisje die X-ray visies zou hebben. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je vindt dat ik goede video's maak. Nummer 10. Thai Nguyen is een Vietnamese boer geboren in 1942 en beweert al meer dan 40 jaar wakker te zijn. Het verhaal gaat als volgt. Toen hij een koortsaanval kreeg in 1973 kon hij daarna geen ogen meer dicht doen. Hij heeft medicijnen geprobeerd, traditionele volksremedies en zelfs doses alcohol, maar niets werkte. Volgens artsen die hem onderzocht hebben, leek hij in perfecte gezondheid te zijn. Een theorie stelt voor dat hij het vermogen tussen slapen en wakker zijn niet kan waarnemen. Zo zou hij mogelijk mini-dutjes doen zonder dat hij dit realiseert. Ondanks het onvermogen om te slapen heeft het hem niet alleen beroemd gemaakt, maar is het ook een wonderbaarlijk fenomeen dat wetenschappelijk moet worden gebestudeerd. Thij vertelt dat het wakker blijven hem niet lichamelijk aantast en dat hij dagelijks gewoon zijn werk kan doen. Nummer 9. Amu Haji is een 80-jarige man die in Farashband, Iran woont in een kleine stenen hutje vlakbij het dorp Desga. Hij heeft een eenzaam leven, gedeeltelijk door eigen keuze, maar voornamelijk vanwege het feit dat hij al meer dan 60 jaar niet heeft gedoucht of een bad heeft genomen. Het is zijn eigen keuze om vuil te zijn en niet omdat hij de middelen er niet voor heeft om zich schoon te maken. Hij zegt namelijk dat wanneer hij zich schoon zou maken, hij ziekte zal krijgen, dus weigert hij zich te wassen. Amu besloot dus op een dag zijn familie in het dorp achter te laten zodat hij naar eigen zeggen een gezondere levensstijl kon leven. Amu staat bekend als de vieste man ter wereld. Zijn gezicht en baard zijn bedekt met roet uit zijn pijp. Hij krijgt sigaretten van mensen die langslopen of hij rookt dierlijke uitwerpselen. Ondanks zijn extreme levensstijl geniet Amu verder van het leven en heeft hij geen ziektes. Nummer 8. Zou het mogelijk zijn om twee pupillen te hebben in één oog? Waarschijnlijk denk je van niet, maar als er over dit fenomeen wordt gesproken, wordt een man met de naam Leo Chung vaak genoemd als voorbeeld. Deze persoon zou een zeldzame aandoening hebben gehad wat pupilla duplex heet. Oftewel, dit betekent dat mensen twee irissen hebben en twee pupillen in één oog. Er is vrij weinig bekend over deze aandoening, maar in het Ripley's Believe It or Not Museum in Londen staat een standbeeld van deze man. Hij zou ondanks zijn afwijking gouverneur zijn geworden van Shaanxi, China in 1995 AD. Dit verhaal is niet officieel geregistreerd door de medische wetenschap, maar er zou nog een verhaal rondgaan van Robert Ripley, de oprichter van Ripley zelf. Hij zou persoonlijk in 1931 iemand hebben ontmoet die ook twee pupillen had. Echter is dit nooit bewezen. Het blijft dus een beetje een mysterie, vooral omdat er ontzettend weinig bekend is over deze aandoening. Nummer 7. Een vrouw uit Shanghai, een stad in China, staat in het Guinness Book of World Records met de langste wimpers in de wereld. Hiermee versloeg ze de vorige recordhouder Gillian Crimency uit Canada, wiens wimpers werd gemeten op 8,07 centimeter. Nu heeft dus een nieuwe vrouw het record, genaamd Yu Jiangxia. De 50-jarige vrouw heeft wimpers die maar liefst 12,4 centimeter lang zijn. Bijna 5 centimeter langer dan de vorige recordhouder. Voor het officiële record werd haar wimper plat op een liniaal gelegd en 3 maal gemeten in aanwezigheid van werknemers van Guinness. De vrouw beweert dat haar wimpers 100% natuurlijk zijn. Wanneer de vraag wordt gesteld hoe ze zulke lange wimpers heeft gekregen, antwoordt ze met gewoon één met de natuur zijn. Ze vertelt namelijk dat er geen speciale technieken zijn om haar wimpers te verzorgen. Het enige wat ze doet is het eenvoudig te reinigen van de wimpers wanneer ze haar gezicht wast. Ze vertelt dat haar lange wimpers haar niet hinderen in het dagelijks leven en dat ze blij is dat ze in het Guinness Book of World Records staat. Nummer 6. Francesco Lentini, ook wel Frank genoemd, werd geboren in Italië in 1889. Hij had een tweelingbroer moeten hebben, maar helaas ging er iets mis tijdens de zwangerschap van zijn moeder. Frank was eigenlijk een Siamese tweeling. Hij absorbeerde het been van zijn tweeling die via zijn rug was verbonden. Toen Frank nog jong was, wou hij graag zijn derde been weg laten halen, maar dit was volgens doktoren te gevaarlijk. Zijn ouders hadden 11 andere kinderen en weigerden de speciale jongen op te voeden en stuurden hem naar een weeshuis.
Hier leerde hij vrede te sluiten met zijn aandoening en besloot hij zijn lichaam te leren gebruiken. Hij leerde onder andere fietsen, voetballen en ging op 8-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten om circusartiest te worden. Zijn act van de driebenige man werd extreem populair. Frank werd uiteindelijk een Amerikaanse burger en trouwde met Theresa Marie en ze hadden een gelukkig huwelijk en brachten zelfs 4 gezonde kinderen op aarde. Nummer 5. Valeria Lukjanova is geboren op 21 juni 1991 en is een Oekraïens model en entertainer. Ze is beroemd geworden vanwege haar gelijkenis met een Barbiepop. Door de jaren heen volgde ze een speciaal dieet en ging ze dagelijks naar de sportschool. Volgens haarzelf heeft ze alleen een borsttransplantatie gehad en is de rest van haar lichaam natuurlijk. Wel gebruikt ze contactlenzen over haar van nature groene ogen en gebruikt ze veel make-up om zo meer op een echte Barbiepop te kunnen lijken. Ze ontwikkelde een wereldwijde aanhang voor haar Barbie-achtige verschijning nadat ze foto's en video's van haarzelf op het internet plaatste. Op onder andere Instagram heeft ze op dit moment nu meer dan 650.000 volgers. Nummer 4. Paul Karason werd geboren als een jongen met een lichte huid en sproette met roodachtig blond haar. Hij had een huidaandoening met de naam dermatitis en besloot zichzelf te behandelen met colloïdaal zilver in plaats van te overleggen met een dokter. Het resultaat daarvan was echter dat zijn huidskleur veranderde naar blauw, veroorzaakt door het teveel binnenkrijgen van het zilverstof. Deze toestand, bekend als argyrie, zorgt ervoor dat de huid een permanente blauwe kleur krijgt. In 1999 werd colloïdaal zilver verboden voor medische doeleinden, maar tegen die tijd was Paul al blauw geworden. Hij verscheen voor het eerst op het NBC News in 2008, waarin hij wereldwijd in het nieuws kwam. Kinderen noemden hem ook wel Papa Smurf. Hoewel Paul dit niet erg vond wanneer het van kinderen kwam, ergerde hij zich er wel aan als volwassenen hem dat ook noemden. Nummer 3. Al was zijn record nooit officieel gemeten door het Guinness Book of World Records, was Tran van Hee bekend als de man met het langste haar in de wereld. Tran had in meer dan 50 jaar geen knipbeurt gekregen. De reden hiervan is omdat hij op 25-jarige leeftijd een traumatische ervaring had bij de kapper waarbij hij extreem ziek werd. Het had zo'n groot impact op hem dat hij besloot om nooit meer zijn haar te laten knippen. Hij heeft in al die jaren zijn haar maar een paar keer gewassen en wanneer hij naar buiten gaat, wikkelt hij zijn haar rond zijn hoofd in een tulband. Het bizarre van het verhaal is dat hij zijn haar zelfs voor zijn familie en vrienden 50 jaar verborgen wist te houden voordat hij het onthulde. Toen hij het uiteindelijk liet zien, stonden ze versteld dat het een 6,8 meter lange dreadlock was die zo'n 10,5 kilogram woog. Nummer 2. Ella Harper werd geboren in 1870 in de staat Tennessee in de Verenigde Staten. Ze was geboren met een zeer zeldzame orthopedische aandoening die ervoor zorgde dat haar knieën in de tegenovergestelde richting gebogen waren. De beste manier voor haar was om op handen en voeten te lopen, wat resulteerde in haar bijnaam het kamelenmeisje. Toen ze 12 jaar oud was, sloot ze zich aan bij het Harris Nickel Plate Circus. Ze kwam voor in verschillende krantenartikelen en was heel beroemd. Ella werd goed betaald en ontving een salaris van $200 per week, wat vandaag de dag ongeveer $5000 is. Op 16-jarige leeftijd besloot Ella de show te verlaten en naar school te gaan. Ze trouwde op 35-jarige leeftijd en werd zelfs zwanger. Nummer 1. Natasha Demkina is in haar geboorteland Rusland bekend als het meisje met röntgenogen. Ze was geboren in 1987 in Saransk, een stad in West-Rusland. Natasha beweert dat ze met haar paranormale talent in staat is om in menselijke lichamen te kijken en organen en weefsels kan zien, waardoor ze medische diagnoses kan stellen. Sinds de leeftijd van 10 jaar heeft ze nauwkeurige medische lezingen gemaakt. Ze vertelt dat ze kan overschakelen naar een andere visie waar ze voor een fractie van een seconde een kleurrijk beeld in de persoon ziet, waarna ze dat begint te analyseren. Ze werd uiteindelijk uitgenodigd door artsen uit New York en Tokio nadat verhalen over haar begonnen te verspreiden. Ze gaf haar meerdere taken om te zien of haar vaardigheden echt waren. Uit een documentatie van Discovery Channel stond dat Natasha met succes alle fracturen en metalen pinnen heeft geïdentificeerd bij een vrouw. Dit is zeker één van de bizarste verhalen die ik ooit heb gehoord. Wie vond jij de bizarste persoon in dit lijstje? Laat het me even weten in de reacties. Doe ook even een duimpje omhoog als je het een goede video vond. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.